Havengelden, wat zijn dat dan eigenlijk? Om van en naar Schiphol te vliegen en gebruik te maken van de faciliteiten betalen luchtvaartmaatschappijen havengelden. En die gaan omhoog. Om de luchthaven te verbeteren investeert Schiphol in grote en kleine bouwprojecten. Dat is hard nodig. Daarnaast speelt inflatie ook nog een rol. En van de havengelden worden ook alle services op Schiphol betaald, zoals schoonmaken en security. We zorgen met het geld voor een fijne reiservaring voor de passagiers en een goede luchthaven voor de luchtvaartmaatschappijen. De nieuwe opzet van havengelden levert ook wat op voor de omgeving. Voor een vliegtuigtype dat meer lawaai veroorzaakt, betalen luchtvaartmaatschappijen meer dan wanneer ze met een stiller toestel komen. Ook worden nachtvluchten meer belast